Ja, cultuur in actie. En we zagen net even Jesse Klaver, leider van GroenLinks natuurlijk. Politicus in Den Haag. En het mooie is, er zijn inmiddels, omdat de demonstratie zo'n groot succes is eigenlijk, die al 6 dagen duurt, inmiddels lijntjes met Den Haag. En hopelijk gaat er ook echt wat veranderen. Want daar is natuurlijk allemaal om te doen, deze zeer positieve en optimistische demonstratie. En gelukkig gaan we verder met die marathon. En de Polonaise zijn we. We hebben al een aantal grappen. We gaan vrolijk verder vandaag. En bij mij aan tafel zijn inmiddels 2 mensen aangeschoven. Mirjam Schonk. Kijk, ik had nog zo geoefend. En hoop dat die wel goed gaat. Jacques Noyons. Helemaal goed. Kijk, fantastisch. Perfect. Welkom aan tafel. Hartstikke fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn een energiegevend koppel. Dus daar ben ik heel blij mee. En jullie geven heel veel energie. Maar even beeld schetsen. Jullie maken samen musicals. Ja. En ik zag even een lijstje om toch even een beetje context te geven. Alice in Wonderland hebben jullie gemaakt. Peter Pan hebben jullie gemaakt. Minouz hebben jullie gemaakt. Charlie en de Chocoladefabriek hebben jullie gemaakt. 1001 Sprookjes hebben jullie gemaakt. Ik noem Espresso ook even die. Want dat zijn natuurlijk allemaal hele mooie, lieve, vrolijke dingen. Ja. Je zou kunnen zeggen dat we nu in een omgedraaid sprookje terecht zijn gekomen in de wereld. Ja, eigenlijk wel. Jullie hadden ook 3 voorstellingen op de rit staan. Ja. Ja. Dat is natuurlijk minder positief nieuws. Hoe is dat voor jullie momenteel? Bij jou te beginnen. We waren er 2 echt aan het afronden. Ja. Die hadden eigenlijk al opgevoerd moeten worden deze periode. En eentje zaten nog midden in het proces. En we hebben eigenlijk in de coronatijd heel erg moeten nagaan denken van die kinderen die verdienen echt een afronding. Die hebben een heel jaar zo hard gewerkt. En nou, daar hebben we eigenlijk heel hard aan gewerkt, hè? En plannen gemaakt. En we zijn nu eigenlijk klaar om het product te gaan afronden op een alternatieve manier. Kijk, daar wil ik dan zo meteen meer over horen. Maar eerst voor jou, Jacques. Ik vroeg al even van hoe is dat dan als die dingen niet doorgaan? Is dat voor jou ook een... Natuurlijk logischerwijs een klap in het gezicht. Ja, het was natuurlijk een vreselijke domper op het moment dat je hoort dat het misgaat. En dan ga je eerst nog denken van, dat is maar eventjes. Maar later begin je de ernst in te zien. En dan wil je toch naar iets anders. En dan komt ook wel heel snel bij creatieve mensen komt dan ook wel weer, zeg maar, de creatieve ideeën. Ja. En zo kwam Mirjam natuurlijk met een fantastisch voorstel waar we zo meteen nog even over hebben. Ja. Voor hoe we dat dan gaan doen. Maar eigenlijk is die tijd heeft ook wel iets moois in de zin van dat je met nieuwe ideeën iets wat normaal een bepaalde gang heeft weer omdraait naar iets, iets nieuws, moois. Positiefs. Ja. Het geeft dus ook ergens, het dwingt je ergens door. Het dwingt je. Ja, je moet. Alleen voor de kinderen. Die vinden het zo fantastisch natuurlijk om op te treden, om kostuums aan te mogen. En dat zou eigenlijk allemaal niet hebben gekund. Maar we hebben er een oplossing voor. Kijk, en dat is tromgeroffel, zou ik zeggen. Wat is de oplossing dan? Nou ja, we hebben heel veel vormen bedacht. Laten we dan een concertforum, weet je wel. Maar we zitten natuurlijk ook buiten. We zitten natuurlijk ook met de kleding. Die lag al helemaal klaar, helemaal gemaakt. Wij mogen de kinderen niet aankleden, volwassenen niet. Dus... Want even voor de goede context. Je maakt dus een musical. Ja. En daarin wordt... Dus wel met kinderen. Maar dat betekent niet dat het voor het half werk, zeg maar, wordt gedaan. Nee, het wordt helemaal... Nee, het is helemaal in het detail. Op maat van volledig nieuw concept. Het wordt een speciale versie voor ons geschreven. Ja. Er worden nieuwe kostuums gemaakt. Alle kinderen hebben dubbelrollen. Ze zijn druk bezig. Ja. Dus het is helemaal in detail, professioneel. Ja. Kaarten waren al verkocht. Gewoon zoals in de echt eigenlijk. Kaarten ook verkocht. Ja. Publiek wat gewoon moet betalen. En toen? Nou ja, vooral je hebt natuurlijk kinderen die heel goed kunnen zingen en die mooie solo's hebben. Maar je hebt kinderen die ook heel goed kunnen spelen. En in concertvorm liep dat al mis natuurlijk. En toen bedacht ik me, we spelen eigenlijk nu de Koning van Katoren naar het boek van Jan Terlouw. Hij vertelde ons dat hij dat vroeger voorlas, hij verzon het bij het slapen gaan aan zijn kinderen. En toen dacht ik van podcasts zijn natuurlijk super in. Ja. En waarom gaan we dat niet doen met de kinderen? Dan kunnen ze in ieder geval hun inleving erin gooien, hun spel. Weliswaar wel voor de microfoon, maar als je het goed doet, horen wij het wel. En daarnaast maken we een werk-DVD met alle processen die we met de kinderen wel kunnen doen. Ze kunnen de kostuums thuis krijgen, die worden gepast, ze worden opgemaakt. Ze gaan een fotosessie daarin houden thuis. Die foto's worden dan weer naar ons toegestuurd en die verwerken we in een DVD. Een soort making-of. Oh, te gek, zeg. Dus en daar zijn we gisteren aan begonnen. Ja, dat is goed. Gisteren is echt vers van de zeer vers. En een primeur, lieve mensen. want dat is dus eigenlijk is een soort van modern hoorspel in podcastvorm. Ja. Dat je dus, en hoe ga je dat dan opnemen? Komen al die kinderen in groepjes bij elkaar? We hebben een opnameruimte, zoals dit. Een grote tafel waar die kinderen aan zitten. Een techniek aan de andere kant van de zaal.
En de kinderen die gaan scène voor scène natuurlijk volgens een bepaald schema gaan die dat inspreken. Kleine groepjes. Ja, kleine groepjes. Als dat fout gaat, gaan we een keer opnieuw natuurlijk. En ondertussen maken we daar ook filmbeelden van. Dus die worden dan voor de making-of gebruikt. En zo gaan de kinderen ook inzingen. En straks in de ensemble stukken die worden buiten met de hele ingezongen. Groep. Ja. Met de hele mogen groep niet met gefilmd kinderen. En ingezongen. En zo, ja, zo komt dat tot stand. En wat dan later gaat gebeuren, is dat je, dat is het voordeel natuurlijk van zo'n podcast, is dat je daar nog dingen aan kunt doen. Dus je kunt nog, behalve de muziek die al gecomponeerd was ervoor, kun je nog, zeg maar, geluidseffecten toevoegen. Je kunt nog een verteller toevoegen die de locaties kan aanduiden. Je kunt natuurlijk zorgen dat het technisch, zeg maar, mooi in balans is. Dat het... Dat de afleveringen ook niet te lang worden, dat je na blijft luisteren en dat je zeg maar met een soort, hoe noem je zoiets ook weer, als je wacht op de volgende ja, een soort cliffhanger. Cliffhanger. Ja. Dus de spanning, dus spanning op, ja. En dan wachten op de volgende uitzending. En ja, zo proberen we het toch, en voor de kinderen en voor ons, spannend te maken. Ze vonden het heel spannend. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, want het vraagt denk ik ook iets anders van. Want je hebt alleen je stem, dus je kan niet meer gebruik maken. Je kan, als je het niet goed stem acteert, zeg maar. Dus niet wat goed normaal ondersteunt je fysiek natuurlijk je stem. Verbale communicatie. Dus we hebben wat dingen overnieuw gedaan. Of ze raken gewoon ook giechelicht ervan. Maar het was heel leuk om te doen. Maar ik zit even te denken, want toen ik een klein kind was, dat was nu zo heel lang geleden, maar toen hadden we, met mijn broertje hadden we zo'n, ik hoor iedereen heel hard lachen hier, maar hadden we een cd'tje waar je dan verhaaltjes van af kon luisteren. Ja. Maar is het eigenlijk ook het idee dat dan zometeen, het is natuurlijk heel leuk als je dat als kind van andere kinderen eigenlijk kunt horen, zo'n verhaal. Dus is het ook iets wat dan echt openbaar beluisterd? Ja. We hebben officieel toestemming ook van Jan Terlouw en de uitgevers natuurlijk om dit te mogen doen. En natuurlijk gaan we dat ook in een normaal platform gaan we dat publiceren. Heel kort, mag krijg je niet, maar dat doen we even op het reclameblokje is. Waar kunnen we dat gaan vinden zometeen? Spotify, denk ik. Spotify, ja. Kijk, dan gaan we dat in de gaten houden. Ik heb er helemaal zin in al. Ik weet wat ik op mijn radio in ieder geval ga aanzetten. Dan is mijn vraag, want we hebben natuurlijk die muur, wat ik al zei, daar staan alle handtekeningen op van de mensen die meedoen aan de cultuur in actie. Deze demonstratiemarathon. Jullie gaan als het goed is ook een handtekening zetten. Gaat één van jullie dat doen of gaan jullie het samen? Allebei. Ja. Allebei. En namens hoeveel mensen? Nou, ik ben naast mijn vak als productiemaker, ben ik ook nog vakleerkracht aan een basisschool. En daar breng ik eigenlijk hetzelfde in de klasse. En als je die erbij rekent, dan praten we voor 750 mensen. 750? Verschillende theatergroepen. Ja. Ja. Nou, ik zeg al de hele dag, die zetten we erbij. Maar deze zetten we er met heel veel plezier extra bij. Met een uitroepteken. Dat is namens jullie samen 750, neem ik aan. Ja. 750 mensen zetten we erbij op de teller. Dan zou ik jullie vragen om naar de, op anderhalve meter afstand wel, zeker, naar de fieldstift of wat het is, krijt te lopen. En jullie handtekening te plaatsen. En dan ondertussen, leuk om wel even voor te lezen, terwijl jullie die handtekening zetten, de reacties online. Dat kan je natuurlijk allemaal laten weten. Doe vooral mee online. Laat je horen. Gebruik ook de hashtag cultuur in actie. Mensen zeggen onder andere, Petra Visser, die stuurt 3 hartjes en zegt, cultuur is als ademhalen en dan in caps lock noodzaak. Nou, dat zijn we uiteraard helemaal mee eens. Iemand anders zegt, Joyce zegt, cultuur is wat ons verbindt en onderscheidt. Dat is heel erg mooi, hè? Dat lijkt paradoxaal, of een tegenstelling, maar dat is het niet. Het verbindt ons juist en het onderscheidt. 750 mensen erbij. Dank jullie wel, jongens. En laat toveren, hè, de kinderen. Fantastisch. En wij gaan vrolijk verder.